Wat is, als ik rechts ben, is dat beter of moet ik gaan zitten? Dus rechts staan is beter. En als ik dat zonder micro doe, versta je mij ook dan? Ja. Allee, ja, dat is goed. Wil dat je vandaag commissies doen? En ja, je denkt allemaal natuurlijk direct aan de eerste betekening van commissies. Maar daar ga ik dan het beste over beginnen. Ja, je hebt een grote commissie en een kleine commissie. Naast wijsheid. Dus als je naar je eet hebt, je mag altijd gerust eet zeggen. De bedoeling is dat we met elkaar zo'n beetje klappen. Hè, dat kijk het allemaal alleen. En dan een uitdrukking. Alleen, ik zal het anders vragen. Aan iemand dat weet. Weten ze willen leugens over iemand vertellen? Dat is een uitdrukking. Dat is een leugenuitcommissie. Ik heb het nu niet gehoord, maar het staat in de woordenboek van dit is. Dus dat zeg ik maar. Maar ja, dat kan soms van die en van ander. Maar ik kan eerst nog met iets anders beginnen, omdat ik dan zeg het woordenboek van dit is. Mijn collega's die hebben allemaal gezegd van waar is Van Mechelen zijn, ik heb dat nog niet gezegd. Maar ik ga daarmee beginnen. Langs mijn vader zijn kant, de grootvader van mijn grootvader is geboren in 1810 in Kessel. Dus verbaal hier. En die is in 1848 is die getrouwd in Mechelen. En dan was die, het was allemaal in het Frans toen. De burgerlijke stand in Mechelen die was in het Frans tot rond 1880 en later nog. Terwijl dat bijvoorbeeld, als je dat van Walem zei, dat was allemaal in Nederland. Die is getrouwd in 1848 en dan was die beroemd maître boulanger. Dus de meesterbekker, ik veronderstel dat die een eigen zaak had. En die ging wonen in de Rue d'Anvers, nummer 90. De Rue d'Anvers, weet je allemaal wat dat is? Nee, niet een Antwerpse steden. Anders zou ik het niet meer de Sammestraat, anders zou ik het niet vragen natuurlijk. De Katlanenstraat. En die is later, in de loop van de 19e eeuw, is die van naam veranderd, is dat de Katlanenstraat geworden. Dat was dus de, en op zeker ogenblik vinden soms ergens Antwerpse straat ook, maar het was dus die boeken van burgerlijke stand. Die man die niet, die zullen ze mogelijk Frans genoemd hebben, maar die is dat als François ingeschreven. Want op zeker ogenblik, wanneer dat je die, al die boeken bezee, dan veranderen die mannen allemaal van bijnaam. Een Corneille die wordt Corneel, en een Corneïen of zoiets, die wordt Cornelia, en een François werd Frans, en er zijn er nog, ik weet niet wat allemaal, die allemaal voor Nederlands werden, terwijl dat ze mij altijd wijsgemaakt hebben, dat een naam, dat een bijnaam niet vertalen, ja, je kunt dat vertalen, maar dat die normaal altijd blijft gelijk als dat het ingeschreven is. Maar goed, dus die trouwt in 1848 en die zeven kinderen. Die zeven kinderen is er eentje door het gebeuren. En vier anderen, die werken in 2 jaar. Tussen 1 maand en 2 jaar. Maar we hebben er nog 2 over. Eén die sterft juist nadat hem getrouwd is, 2 maanden nadat hem getrouwd is, dan is hij 28 jaar. En één daarvan, die blijft leven, die is dan in de jaren, die is geboren in 1852, dat is mijn grootvader. En die is gestorven in 1936. Die heeft 18 kinderen gehad. Want dezelfde vrouw, hè? Dus mijn overgrootmoeder is 18 keren bevallen. 18 keren bevallen. Die is dan gaan wonen, die is getrouwd en die is dan gewoon op met een spoor. Van die 18 kinderen, het is altijd de moeite waard, want die goede avond uit, die was allemaal niet zo goed. Hè. Van die 18 kinderen was er ook eentje dood gebeurd. Vijf zijn er ook niet over als 3 jaar geworden, van iemand tot 3 jaar. En dan zijn tot de volwassen leeftijd gekomen, dat is er ook een die gestorven is juist nadat men getrouwd was. Dan zijn er dan drie die in de jaren 40 gestorven zijn van een accident. Eén is van de kar gevallen, de kar over hem gereden was dood. En dan nog een broer en een zuster zijn op een afzonderlijk ogenblik, één in 41 en ik geloof het meisje in 42 als mijn goed vuisten, die zijn verdronken. Die liggen nog begraven, en mannen Peter ook, die liggen nog begraven op het kerkhof van Pasbrug. Dus, dit is van Pasbrug, en als dan mijn grootvader, mannen Peter, getrouwd is, dan zijn die gaan wonen in de Vertonstraat. Dus dat is een heel andere kant van mij. In de Vertonstraat. En dus dat waren 3 kinderen, en mijn vader was een 2e. En als die getrouwd is, dan is die gaan wonen op de Brusselse Steen. Dus ik heb mijn jeugd, een stukje van mijn jeugd, op de Brusselse Steen, maar dan, vanaf mijn 10 jaar, ben ik in de Dijkenstraat gaan wonen.
Dat was dan weer een ander Zuidmechels als je het nagaat. Ja. Want dat was vuile platter, als je aan de Goedemisse systeem hebt meegemaakt. En ja, en tegen de Onarke Spoorweg kwam dat wel, maar ja, dat was dan niet zo vuil. Maar dat was dan platter. En mijn kameraden die waren van de Deil. Het is daarom dat ik ook altijd van de Deil, niet van de Deil spreek, maar van de Deil. En van Sluiterstretje, van het fortje van Sluiterstretje. En ja, daarmee dat ik bijvoorbeeld, als ik in het Sluiterstretje kwam, dat een speciale ruik. Ik zeg niet dat stoel, hè? Dat kan ik me niet horen vertellen. Ik heb dat die trouwens tegen Marokkaanse mensen gezegd, die kwamen ook. Ik zeg, jawel, ik ben in vis geweest en dan kruik dat juist hetzelfde. En dat was dus de organische afvalstoffen, die ja, patatten, weer afgegoten en dan neemt dus mee, zo naar beneden als dat moest. En je ruikt het allemaal, maar dat zijn reuk, dat stoel niet, hè? Maar dat kan ik horen vertellen, hè? Maar dat een reuk, en dat is iets dat je niet vergeet. Zolang je een bepaald gezicht niet kunt vergeten en een bepaald geloof niet kunt vergeten, is dat ook een van de dingen. En daarmee, ja, mijn kameraden waren dan in de schuiten op Taligheid. Dus daarmee, dan naar Mechels, dan ook wat dat is. Maar, ah ja, dan heb ik nog de moeder van mijn vader. Dat zijn Mechelaars tot waar dat ze het kunnen nagaan hebben. Daar is ooit een boek verschenen over de knopsen. En die gaan tot eigenlijk niet zo ver terug, tot iets bij 1700, tot rond 1700 terug. Dat zijn altijd Mechelaars geweest en die hebben gewoond de kanten van de Pinnenpoel. Die hoorden van Mechelen hebben die gewoond. En die hadden beroep, dat was een heel belangrijk beroep. Dus hun dat wil. Ik zeg nu ruik nu geworden, maar die hebben de goede en buiten mee verdiend. Want direct waren er al draai die een café kosten hebben. Dat waren de mistravers. Die is de kust, de steenweg, de kust, de straten. En dat weer verzameld. Het noorden van Mechelen. En daar kost dat vuitgisten. En dan weer dat verkocht aan de boeren van Juileland te bemesten. En dat zal vermoedelijk niet slecht opgebracht hebben. Want ik heb toch gewonnen dat er van die kinderen die daar waren, ik geloof draaien café hebben gedaan. Ze hebben dat wel rechtszaken gehad ook. Ik heb die boekjes een keer nagegaan. Er stonden nog vuilanderen in ook. Dan heb ik gezien dat sommige mensen van mij ook nog familie zijn. Bijvoorbeeld, ik weet niet dat iemand Staf Knopske kende, die een goed jaar geleden gestorven is. Die, of twee jaar geleden misschien al, een tijd jaar op. Dat was een verre achterneef van mij, zijn zoon, die bij haar deer geweest is van ons Livraven. Dat was dus een zoon ervan, dus dat is familie. Het schendt Beatrice Knops, dat is ook een mens. Die woont juist in dat hoekje van Benaien, dan als je tussen de putjes stevig en die waar dat daar is. Dat zou dus die knopse zelf familie zijn van ma. Goed, ik heb er nog een aantal van gekend, dus dan moet ik nog verder nagaan. Dus langs mijn vader zijn de kant en dan van mijn moeder de kant, dat hij duidelijk wel ook belang in het dialect dat ik spreek. Langs mijn moeder de kant. Mijn grootvader was van Vianen Moerbeke, dat is een hoek van Oost-Vlaanderen. En mijn grootmoeder is geboren in Herentals, maar volgens dat kunnen terugvinden met die familie wel in Mechelen gewoond. Met die familie wel in Mechelen gewoond hebben. En als die getrouwd is, als dat koppel getrouwd is, in 1890, 1891, zoiets, dan hebben die eerst, zijn die eerst gaan wonen in de Armeklarenstraat. En dan in de Stassastraat. En dan in de Neukenstraat. Dus als ik naar spreek de Neukenstraat, dan weet je, dan zijn we ook de volkswagen van Mechelen. En daar worden dus ook altijd deze platte gesproken in de bovenwagen. Ik was dan altijd aan mijn moeder ook in de... En dan zit die gaan wonen in de Achtzaligheidenstraat. Dus in het Begaanhof. Ik was dan mijn moeder dat gebeuren was, maar dat is niet het geval. Die is nog, dat is de rest van de familie, die waren ook mee. De rest van de familie die in de Neukenstraat gebeuren is. En de zuster die jonger was, die maam uit was. Maar die dan gestorven was, heb ik heel weinig gekend. Die sterven 3 jaar was. Maar die twee breus daarachter, die zijn dus in de Achtzaligheidenstraat. En daarvan is er een naar Zuid-Afrika-Jood geweken. Dus in de familie spreken ze Afrikaans. Hè? Die mensen zijn eens op bezoek geweest. En die hebben toen gewoon in een boek in Mechelen in het Afrikaans getekend. En de jongste, de tweede jongste lever, de jongste is naar, ik heb verkeerd gezegd, de jongste is naar Zuid-Afrika gegaan. En de tweede jongste, daar zullen er heel weinig van halen die misschien nog wel gekend hebben. Maar niet toen dat hij met bekendste was, dat is nog een keper van de Rijsing geweest. En dan, ik geloof dat Mil hier zit. Weet je wie het is, Mil? Drie wij. Drie wij. Jacques Drie wij.
Gunther van Holle, die naar de klas praat, Rikske die zijn toen was van 86 en Gunther van Holle, zijn zeker ook een beetje geschot en met mijn thuis een bieren binnengekomen. Vandaar komt hij, ik heb het nooit niet meegemaakt, maar op foto's daar staat om de groepen met het te toestellen. Dus, en dan, mijn grootouder, ja, mijn vader was de derde jongste van zoveel, mijn grootouder was tamelijk oud, dus mijn grootvader heeft een kind, die is gestorven ook in de jaren 30. En mijn grootmoeder is dan gestorven, die is in de 90 jaar geworden. In 63 is dan mijn grootmoeder gestorven. Maar die woonde in de Zaligheidsstraat. Maar die had de laatste jaren van haar leven waar in het gasthuis gebleven. Dan, ja, dan was daar niet zoveel meer maar dingen. Maar dan ging ik ook altijd, eerst van op de Brusselse Steenweg. En later van in de Dijkstraat ging ik dan zondag zoeken naar Begaan of door. En dus dat betekent, dat was daar ook, maar dat is ook de volkswijken van Mechelen. Dus dat maar Mechels misschien wat platter gaat zijn als het Mechels van Marcel. Ja, alhoewel dat Marcel ook een stuk van de stad is, maar een stuk ook de Leuvense Steenweg, Duigenbrocht en Jos, ja, dat is dan van de Ram, dat is dan bij een ander stuk van Mechelen. Dat ik wel een beetje, dus van waar dat de familie komt en dat we toch van een hele tijd Mechelers zijn. Ik kan dat wij niet vertellen van die grootvader, want dat is nog een heel ander verhaal. Want dan moet ik naar Antwerpen gaan. Deze grootvader was van Antwerpen en dan zit ik op het einde van de jaren 1500. Zit eigenlijk al 100 jaar verder als dingen als die mannen, die professionelen die dat van de familie Knops opgezocht hebben. Maar ja, dat is wel wat zeker waar ik aan. Maar ik heb nog in een stapboot de duim moeten zetten. Hè. Als je dat wilt doen, wil dat altijd uitleggen dat je moet beginnen. Ze hebben het maar ook moeten uitleggen. Je kunt een heel deel van een of een computer doen. Hè. Je kunt een heel deel van een of een computer doen. Mechelse genealogische bronnen, dat moet u op inloggen en dan die mensen, dus zijn de vrijwilligers van, eigenlijk de vrijwilligers van het archief, die hebben alle gebeurten, alle actes, zeker van de burgerlijke stand in Soegenotteriëren ook, hebben die allemaal op internet gezet. En je moet dan de naam aanklikken en dan kun je dat terugvinden. Maar dan op zeker ogenblik, ja, dan is dat stapje bijvoorbeeld, hè. Bijvoorbeeld, gelijk als mijn grootvader, ik zeg tegen mijn 18 kinderen, daar zijn er 15 van gebeuren in Mechelen. Draai niet. Ik zat met een gat van, dus dat volgt, dat kan er goed op, hè. Dat volgt met een gat van 5 jaar. Ik zeg, dat klopt iets niet. Maar mijn Peter, mijn grootvader zat er ook niet tussen. Ik zeg, daar, en die zijn op Katlanen gebeuren. Is mijn overgrootmoeder even een stapje op Katlanen gaan doen, want toen pas brug, hè, dat liep er allemaal erin, nou is er een waziging geweest. Dat weet ik niet, maar er zijn er dus van 80 tot 85 geloof ik, op Katlanen gebeuren. En dat doosje dat die moeten gewoon nemen, dat moet je staan nemen, als je, ja. Mag ik eens vragen, in die periode valt dat niet samen met de tyfusepidemie? Dat zou kunnen. Ja, ja, toen was er een tyfus, de jaren 80 van de 19e eeuw was er een tyfus. Maar er waren dus landduivers, het is zo dat die, dus die Clara Engels, na haar graf is een jaar of 4-5 geleden weggedaan op het kerkhof van dingen, van de grootduivers, van Pasbrugge naar Meijden, dat ook ongeveer weet, maar spijtig die foto's niet kunnen recupereren. Maar, en dat, die woonde, ik zal van meneer van spreken, onder de Libertuskerk. Nou, nee, zijn er even wassen gezet, dus ik weet niet, een zuidverkaveling, wel daar was dat boerenwoningske dat dat was. Mijn vader die zei, de walen van een kasteeltje kwamen in de Kempen, en ik kan alles niet van vertellen dat ik opgevallen heb, maar er zijn zaken die maar beginnen duidelijk te worden, of die moeten opgezocht worden, die heel interessant zijn op te zoeken, maar dat is niet voor vandaag, hè. Goed, en dan gaan we terug over onze commissies doen, hè, want ik was dat vergeten, dat ik met die inlading heb geschreven. Onze commissies doen, maar die zal een leggen uitcommissie. Dan nog een uitdrukking, ja, dat is een onaangename boodschap mededelen. Niemand denkt? Een schurftige commissie. Dus de mannen van de radio moeten dat morgen niet vragen, of we kunnen dat vragen, dan weten we allemaal dan kunnen we dat. En dan is er ook al een keer, de dingen, de treurmars van Chopin. Ja. Jeff zal bij ons geen commissies in de hand. En dan komen we op het eerste. Enzovoort. En dan komen we op het eerste in, inkopen en boodschappen doen. Nou, eerst kan ik wat algemeen, de winkel. De winkel die gewoon marcheert, dat doet mijn naam in Mechels.
Dat was een goede affaire. Gedurende de vuil Frans tussen. Hè. Dus ja, in het Mechelen zit vuil Frans. Alhoewel moet ik zeggen, dan ga ik weer iets geschiedenis zeggen. Wel hebben in Mechelen de grote raad gehad. Het parlement van Mechelen, de grote raad, was de grote rechtbank. Dus de oege rechtbank van de Nederlanden. En daar zaten van Vlaanderen erin en van Brabant erin, van overal. Nou moet ik zeggen, dat was ook veel groot stuk in het Frans allemaal. En het waren bijzonder die Vlamingen die Frans spraken. Die Brabanders die me toen proberen in te krijgen, zoveel mogelijk Nederlands. Just Marcel? Zoveel mogelijk Nederlands erin te krijgen. Ja, dan bezoek ik met Zeendeke, ging eens de motaten van Tim, want ik heb een beroepsmechler in zitten. En, maar in Mechelen zitten heel veel Franse woorden. Dus die affaire zitten van het Franse woorden. En het Mechels verschil is een van de, want dat zal ik zeggen, een van de Brabantse dialecten. Maar het verschilt omdat dat geschiedkundig ook altijd speciaal geweest is. Mechelen was niet van het hertog van Brabant. Er was iets afzonderlijks, er was een eerlijkheid, een latere graafschap. En dat was zelfs een van de, was de 17e provincie, de kleinste provincie van de Nederlanden. Feit dat er de splitsing geweest is in de loop van de 16e eeuw. Goed, ja, we kunnen dus naar een winkel gaan. Een winkel, dat kent allemaal, in Duits is dan een hoek, maar in Nederlands is dan een winkel. En, maar vroeger, nou is er dan een hier, in Den Brul, dan hadden ze zo'n twee winkels nijvenheen. Allee, twee grote zaken nijvenheen. En dat ene was een bazaar. Oh, ja. Een bazaar. Dan hadden we verder de Sarma ook. Een bazaar, alweer gezegd dat er wat beter kwaliteit was dan de Sarma. Maar eigenlijk kwam dat op hetzelfde neer, dus daar konden we van alles kopen. Het was dus geen zelfbedieningszaak, maar dat was iets tussen de gewone winkels, vreugd en tussen later, na zijn dan een zelfbedieningszaak, een buiten en een klant, winkeltje dat nog even als is, met een bazaar. En eigenlijk is die bazaar gekomen waar de vreugde ook nog gegroeid waren, maar als feiten niet ten oorlog was, maar dat was een Duits die daar de baas was. En als je nog die foto's van vreugde, dan zie je er soms zo'n noot op staan, zo'n geile noot. Geen een Panama-jood, de geile noot, die zo wat platter was, en dat was een tits. En dat was het groet waren als een tits, waar ze kosten gekozen. Later is dat dan de galerie soms, en voor de Mechelers was dat een bazaar. En later is er over dat een innovation gekomen, dat niet een innovation, dat niet een innovation, dat ben er ook. En daar komt ook van alles gaan kopen. Goed, maar dan was er nog een plek waar dat gekost gaan kopen, dat was ook de Met. Nou, de Met, Mechelen had een grote Met, een grote legumemet. Ja. En dat was de middag, de woensdag en de vrijdag. Maar dat was normaal voor de commerçanten. Dat was normaal voor de commerçanten, maar als de Met ver gedaan was, dan konden de particulieren ook gaan, hetgeen dat er nog over was, dan konden die gaan komen. Maar er waren ook veel kleine boerkes. Ik zei bijvoorbeeld met mijn grootmoeder, dus van de Vertoonstraat, die had dan zo eens geen kurwagen. Maar zo'n kerken mee, geblazen pannen al, met twee wielen, en dan was daar een mandje pietercellen, en dan was daar een mandje zilver, en wat weet ik allemaal, want op de deur, ja, dan was die grond ook zo groot niet mee, en ze konden dat ook maar met twee bewerken, met grootouders, dus dat was ook allemaal niet zoveel niet mee. Of één dat ze veel deden, was reberber. En dat was allemaal moest mee reberber gaan kussen. En dat was een vuilige dan een galle, maar je moest eigenlijk moest het terug was met die snottenbillen. Dus aan de verben zijn snottenbillen. Die dingen dat ze aanhangen, die moesten allemaal gekust worden. En dan moest dat in busseltjes van de kilo, de weer dan gewogen, die busseltjes van de kilo. En dan hield dat ding ermee. En dan mocht ik mee te voet gaan. En dan mocht ik op de kerk zitten als we dan terugkwamen eventueel. Dan werd ook de met. Maar dan was er ook nog de tussendagen. En dat was dan de dinsdag en de donderdag. En dan konden de particulieren ook gaan. Juist gelijk dat ze nodig hadden, de centjes meer, kun je ook nog wat legumen gaan kopen. Maar mensen die zelf nog wat telen en zo, die nog een gewinnetje hebben, een gewinnetje niet, dat zeggen. Waar dat ze nog een en dan had ook nog, je weet, daar legumen met, ook de buitenmet, daar legumen met. Daar stonden er ook nog twee. En hier, dat weet ik van, dat was Grazen Maria. Grazen Maria, en dat was hier dat beste stond. En daar kon je ook gaan kopen. Maar ja, dat was niet zo groot meer, want dan hadden ze daar al een muur in gezet. Want je weet, de achterkant was dan een dop. En in de 50er jaren konden gaan doppen. En later is dat dan, ik geloof, is een dop in de dingen gegaan. In de vliesmet. Dat is ook nog gebeurd. Maar dat was dus de met. En we hadden alles in opgeslagen weer. Dat is een diepbouw. En als je dan een winkel hebt waar dat er een baas in staat,
een zelfstandige, maar die heeft wat verplichtingen, die mag alleen verkopen wat dat ze, hè, voor de zaak waarbij dat een dat contract, hè, dat is een gerang dat erin staat. Dat is een gerang. En ja, je kunt ook in de zonde kopen. Hè. Je kunt in de zonde kopen en in de zonde dan kun je goede kusjes soms doen. En ja, en iemand dat naar de winkel gaat, dat heeft gekopen, dat is een kalant. Dat is een kalant, hè. En als je dan een geire, als je geire net dat alles gereed is, of dat ze het naar huis brengen, dan kun je een commande doen. Dus even, zijn allemaal in het Frans maar bij. Ik moet dat allemaal niet vertalen, ook dat in het Frans, dan kun je een commande doen. En als je dan, en dan zijn we op iets anders, en als je dan mij naar huis pakken, in wat steekde dat dan? In een kabas. En later zijn er van die dingen gekomen en dat was dat een netzak. Dat doet maar een kabas, dat was het. Ja, maar dan met groente gaan. Alleen zo groente als dat. Ah ja, en boter in de winkel kun je mannenluider kopen. Hè. En mannenluider, maar ook op de met, dat mocht ook afbieden. Hè. Dat mocht afbieden. Hè. En als je nou bijvoorbeeld ergens in de winkel verminderde prijzen had, dan waren de prijzen duigekrapt. Die waren duigekrapt. Hè. Dat is ook Mechels. Ja, en als je dan vrood ging kopen, dan moest je zien, dan moest je eigenlijk moest je eruit blijven gaan weg, dat vrood niet bepampelen. Hè, want die tomaten of dat vrood, hè, dat kunnen plekjes. Dat kan soms zijn dat ze een ander woord in ander streek, maar de meidige zeiden van waar van Mechelen dat ik zeg. En ja, dat afbier dat heb ik gezegd. En dan, dan heb ik nog, en dan kan ik op het volgende woord overgaan. Dan is nog een uitdrukking. En ik weet niet dat je die gaat kennen als je in de stad alles gaat aflopen voor de goedkoopste prijs te vinden. Daar bestaat ook een uitdrukking van. Ken iemand? Stad op zijn bakken sloven. Dat zal overal niet gebruikt worden, hè. Dat zal overal niet gebruikt worden, maar dat is een uitdrukking die bestaat. Maar goed, als we dan naar de winkel gaan, dan gaan we zeggen wat we moeten hebben. Hè. Dan gaan we zeggen wat we moeten hebben. En de veiligheid. Als er nu op aankomt, dan is het appenprij. Appenprij, hè. Geef maar appenprij. En dan als je naar het gewicht gaat... Mag het iets meer zaal? Mag het iets meer? Ja, maar het is goed. Ik heb geren dat het mag het iets meer zaal? En dan, ja, geef me maar een half pond. Dus de gewichten, ja, de kilo en 100 gram. Maar in Mechelen werken ze ook geren met een half pond. Dan ben je een pond, hè. Maar officieel is een pond 450 gram. En een vierdeke. En een vierdeke ook, hè. Maar officieel is dat 453 gram. Maar we halen, ja, we halen rijden een halve kilo, hè. Een pond is een halve kilo. En een half pond is 350 gram. En een ons. En een ons, ja, en een ons weer. Dus, ja, een ons bestaat ook. Dat is eigenlijk dat tellen van de half pond, hè. Dat is een goede 100 gram, hè? Dat is een goede 100 gram. Je zei, dat komt misschien helemaal over hier. In de lengte, ja, dat is met een meter. Maar als dat wat kleiner is, dan is het een centimeter. En als je na anderhalve meter hebt, ja, een hel had ook, die aan maten, hè? Tot aan een hel. En maar als je dat wat meer als een meter moest hebben, dan moest je onderhalve meter hebben. Niet een anderhalve meter, maar onderhalve meter. In het volume, ja, dat is een liter en een centiliter. Maar als je een aard moest gaan halen, dan een keubaard. Een keubaard. En als je naar buiten ging kopen, dan was dat een klont, hè? Buiten van de klont. Een stukje buiten, een klontje buiten, of een buiten van de klont. En, maar je kon natuurlijk ook, als je een kees ging kopen, dan was je echt maar 6 snijkers kees. Dat was dan weer snijkers. Zijn er nog anderen die je weet? Ik heb ze maar wat opgeschreven, wat ik pauze dat het was. Goed. Maar dan kunnen we betalen. Een schellen is. Nou, kun je betalen met geld en met een kaart. En mijn vreugde kost alleen met geld betalen. En dat geld, nou ga ik naar vreugde, eet dat ik ook niet meegemokt heb.
Dat zal van vuil de oorlog geweest zijn. En dan, dan had het een cent. Dat was dus geen centemen. Dat was 2 cent. Dat was 2 cent. Want, je had een noodrekening van, een flutje van een cent. Hè, en dat was dan iets gemakkelijk. En ik heb geen cent niet mee, dus ik heb geen geld niet mee. Ja, en de helft van een cent, een centeen, dat was eigenlijk een zusje. Ik heb dat nooit in eigen man. Maar dan werd er ook gerekend met 5 centemen. En met 10 centemen. En met 25 centemen. En dat waren dus met een gutje in. Dat komt er van alles gebroken. Daar komt dan een kruk en bij aan te trekken. Dat komt er van alles gebroken. Maar die 10 centemen, dat werd ook soms 5 cent genoemd. En die 25 centemen, dat was 11,5. Dat was 12,5. En die waren wat groter. En ik kan je het vertellen, de politie neemt dat toch niet op. Vroeger, als we naar de kermis gingen, dan was dus je dat je een frank kost insteken, dat was toch wel veel. En dan kon je dat aan draaien, en dan is dat goed veel, dan kwamen er 2 of 3 frank uit. En dan met een val, dan velden we die 10 centemen af, dat dat de groet van de frank was. En dan zegt dat doe ik natuurlijk, als andere dat je daar had, dan krijg je doek maar van die afgevelde 10 centemen. We vonden dat plezant, maar eigenlijk is dat groene fruiden. We echt doen niet tegen de kinderen zeggen dat ze het niet moeten doen, want dat is eigenlijk groene fruiden. Maar je zei dat we dat al bestaan, op het aangebeten. En de grote, die doet dat ook goed gebeten. En dat is toch zo plezant. En onze na 60 jaar ging we nog ja, gaat ook nog een stukje van 2 frank en 1 van 5 frank, dat was in België. En in België dat daar nog lang in snoep bestaan, misschien dat nog bestaan, zo in het zwet, waarschijnlijk al is het nu in het zwet. En dat was in België. En dat was eigenlijk die stukken van 5 frank van vreugde, dat ze nagemokt hadden. Je doet van die stukjes in Belak samen in die klaas, van die chocolade en zo. Die Zuid-Kalische, het was geen Kalische. Dat was dan dingen, dat was dan. En we noemden dat, nikkel, of klaargeld, of enkelgeld. Dat was dus dat al. Als we groter gingen, dan gingen we dus in die Frans. En als we nog groter gingen, dan zijn briefjes. Dan betaalden we met briefjes. Ja, vroeger was dat een frank, en dan is dat een euro. En je leest er nog een uitdrukking, ja, dat is geen bal wijd, dat is niets te wijd. En een slechte betulder, die genoemde, alleen niet altijd, je kunt op de proef komen. Ja. Goed, maar dan gaan we toch eens kijken wat commissies doen, want anders komen we niet op, dan gaan we eens wat commissies doen. En ik had eerst al gepast van naar de legumewinkel te gaan, of naar de meenhaver te gaan, maar de Erik is al over eten en drinken bezig geweest, dat is misschien nog wat uit hebben. Ik pas dan beginnen te beginnen, maar straks dan met de volgende keer. Dan kunnen we nog wat over de legumen, over fruit en over vlees bezig zijn. Maar dan weet ik nog wat anders gekozen. Het eerste, een elektriek winkel. We kunnen in een elektriek winkel geweest halen. En het gemakkelijkste dat we dat kosten gaan halen, dat was ons verlichtingtoos. Wat was dat? Een ballonnetje of een bolletje. Dus dan gingen we een ballonnetje kopen. Wij daarin te draaien als de lampje kapot was. Later zijn er dan TL-lampen gekomen. TL-lampen, nu waren sensorlampen, TL-lampen, Booslampen was het dan. Wat gingen we voor de rest nog kopen in een elektriekwinkel? Een prees en een eindripteur. Dat is klaar materiaal. De plo, maar ja, de plo, dat gingen we niet kopen. We pakten een stukje draad weg. We deden het niet, dan wilden die trutjes naar rood. Dus we zijn allemaal zo geweest. Nou, je hebt het allemaal niet. Oh, dat kan ook allemaal zijn. Maar je hebt nou van die stutsen, maar je kunt heel nog overbrengen. Maar ja, vroeger had men die stutsen niet, maar nou hebben we die stutsen. En dat is oké. Maar als we dan iets groter, ja, als ze nog iets is, zeg het maar, ik heb jaren dat ik het zeg. Elektrieke draad. Peter, zeg het eens. Elektrieke draad. Een kattenkop of een duimenduimkop. Een kattenkop, dat was een lamp met een jaar prezen en een
en een domino, dat zijn dus verschillende dromen. Dat zijn dus allemaal van die eenvoudige stukken die je met toos gebruikt, want anders kun je niet fout. En een ballonneke van 20 bougies. Ja, van wat? Van wat? 20 bougies. En dat geeft niet vuil, hè? Dat zijn geen lampen en dat zijn leds. En wat weet ik, want het schijnt tussen gisteren, of wanneer was het, de verlichting in de stad, dat zijn zo schoon in de verlichting. Dus we moeten allemaal gaan tegen. Verlengdraad. Maar ja, als we dan een toaster gingen kopen, dan gingen we een apparel kopen. Een apparel. Maar ja, zoveel apparels waren er niet te kopen. Want kaffe malen, dat was met een kaffemuilen. Dat was dan dikwijls gezeten. Of eventueel op de muur. En dan draaien met dat rood halen. En dan degenen die dan wat meer hadden, die zo'n toast niks niet meer hadden, zeker, die gingen dan eventueel een kaffemuilen. En achteraf, dan was, ja, als ze dan de kaffe, ik zeg dan wij terug op de Erikse gedoe, want dan werd er kaffegriet gemokt in een bus, hè. Soms Delft kaffe in Delft bitter, en nauwelijks was dat een knaap, dat was dus geroosterd al, dat gemalen weer. Maar degenen die dan zo wat beter waren, of de jongeren, of die hadden er op hun noodzit gezet, naar een kaffezetmachine. Een kaffezet, maar nu meer Noorden en Senseo. Of een expresso. Van die schone jongen die er op de televisie komt, van die pottekens allemaal. Een percolateur. En een straalkaas. Dat doen we in een stoelstraalkaas. Een straalkaas. Wat was dat? Komt op een Leidense stuif, trouwens die Leidense stuif. Het schijnt dat dat een Mechelse stuif is. Op die Leidense stuif stonden die straalkaasers. Of eventueel, daarachter was het onder cuisinier, dat zal maar in dingen met de Leidense stuif stond het ook. En dan een elektriek straalkaas en later een stoomstraalkaas. En op de gas waren er ook, je gaat er ook waar dat je kuilkens kost insteken. Die zijn er ook geweest waar dat je kuilkens kost insteken. Maar ja, dat ging men hier in een trickwinkel kopen. Maar dat is plezant, hè? Dat is goed. Clement? De cursie-pie. Dat is een kutslating. Als je dus, ja, over plan die was gesproken en je gaat nog in een badant, je hebt dus wel wat rutjes voor dat overbruggen, dan had de meestal de cursie-pie gehad. En force motrice. Zoveel kostte me niet gaan halen. Maar ja, dan is in Bonistoraal 50 of 54, dan kon we naar Bijlekezee, maar dat nog niet. En dan als de Sputnik gelanceerd is in 57, en met een Expo 58, dan kregen de mensen zo'n aquarium in huis waar dat je Bijlekes kost te leren. Dus Mundag stonden ze niet al, Bonnenberg stonden zelfs zondags niet in huis, want dat was wel een halve dag. Dat was een televisering. Een televisie of een televisie. Dat waren van die grote pakken. Die kostte toen een fortuin. In 57 kostte dat 17.000 frangen. Als je weet wat de mensen toen verdienden, dat was heel veel geld. En dan konden dan, maar die was derimekkelijk, er waren allemaal films in. En dat was derimekkelijk. Want dan moesten ze op 625 laden, op 819 laden. De Franstaligen zonden ook op 819 laden, omdat ze Raasel op 819 laden uitzonden. En Walen pakten dat op 625 laden, omdat Hollanders op 625 laden.
Maar, nou ga ik wat verder. Donanders zonden dat bijvoorbeeld dood op negatief en hier in positief. Allee, dat was nog eens een keer verschillend. Dat betekent dat die televisies alleen in België gemokt werden. En die moesten gemokt worden zowel voor de Walen, voor de Franstaligen, ook in Brussel, als voor de Vlamingen en voor de Nederlandstaligen. En daarmee dat die televisies zo duur waren. Ja, later is dat allemaal veranderd en nou is het een LED-televisie en wat weet ik, heb trouwens een museum aan een televisie, nu onze smartphone. Die tablet, ik noem dat een elektronische lijn, noem ik dat. En dan denk ik ergens, kom ik op het woord het tablet niet uit, dan zeg ik ja, die had een elektronische lijn, ze verstaan dat allemaal. Ja, wat kost het nog gaan kopen? Een wasmachine, ik weet nog ook. Ik kan je iets zeggen, mijn broer die zit daar. Als mijn broer geboren is, dan, mijn Peter, dan hebben die een groot machine gekocht. Dat was nog een fornoos, dat moest gestopt worden, want het waren toen nog allemaal pisdoeken. Hè? Nou, zo, ja. Anders, hè? Dat waren dan pisdoeken en dat weer vuil gewassen. En ik, en ook bijvoorbeeld, ongeveer dezelfde periode, eerst daarbij, dan zit ik in een heel zware operatie gehad en dan moest ik bruikbannen dragen. En dat moest dan gewassen worden en dan weer dat gestopt allemaal en dan weer dat en dan, ja, dan was het niet meer, maar daar konden ze dat door in de portaalspret. Daar konden ze dat doen, daar was de splits. Maar dan begonnen ze al, konden ze al een wasmachine gaan kopen. En de wasmachine was dan dikwijls een oeverke. Een oeverke met zo'n klaar wieltje erin. En in dat oeverke was stond daar ook een vringer. Een vringer. En dan was er. Achteraf hebben ze dan een droger gekocht, een oudste droogkas. Een is zo ruis. Ja, en een pilap. En achteraf dan zijn we dan nog een aaskas kunnen kopen. Een deepvrees. Zonder deepvrees kun je niet fout. En ook zonder microgolf kun je ook niet fout. Ja, een mixer ook, in de mixer. Hè. Dat waren dan vreugde van speciaal dingen allemaal. Ja, en nou is dat heel gemakkelijk in de mixer. Ik zou niet zeker, een wafelazer. Ja, maar ik ga ze dan ver verroten, Betty. Ik ga ze dan ver verroten. Als er nog iets is, zeg het maar gerust. Een turbineken. Maar ja, we zijn dan toch zo een klein beetje op de dingen. Spaten, ik vind de emancipatie weer op de kant van de vrouwen zijn wat bezig. Voordat die nodig had, dat de wasmachine. En de binnenoze richting, dat is ook dan meestal het werk van de vrouwen. Die zeggen wat er mag komen en die vindt die zonder het schoon vinden, want als ze het niet schoon vindt, dan is het geen haat en dat dingen. En dus je vindt dat automatisch schoon, maar dat de vrouwen schoon vinden en die willen geregeld eens een keer veranderen ook. Hè. En dan zeggen ze, ja, die meuren, ja, we moeten er iets zangen zoeken. En wat gaan ze daar dan op hangen? Tapisserpapier. Dan wil je tapisserpapier kopen, maar als je ander papier hangt, ja, dan moet ander gordijnen kopen ook. Hè. En stoor zo over. Dan moet ook naar de gespecialiseerde winkel gaan in de cité of weet ik waar om dat gaan te bestellen. Ja, en in dezelfde jaar, dat is naar een tafelwaarder niet supple, maar Toos, en dan is inderdaad geweest dat er een twalserijen was. Maar dat was dan een namelaken. Een namelaken dat is mooi. Nammelaken is van stof, hè, wel ja, maar ik bedoel een pelserij lekker ook. En dan als er iemand kwam, dan werd er soms nog een nammelaken. Of gewoon een nammelaken in de plaats van een pelserij. Maar dat moest dan schoon zijn, dat moest dan eigenlijk. En ja, die duinen die moesten er ook gedaan worden en dan gingen ze brunsel voor de duinen kopen. Ja, en verf, lakverf voor de vensters en plastiekverf voor de rest allemaal. En dan schiet men plotseling eten binnen, misschien niet direct daarmee te maken, maar vroeger was er nog iets goed dat je kost gaan kopen. Als de gordijn, als de nardoon moest goed pruiper gemokt worden, dan deed
dat deze eet dit water blazen. Want die dienstjes blazen. Dat is er ook een beetje met mannen gedaan. Dat is de gewone winkeltoren, maar ik zeg maar. Een stessel. Een stessel. En dan hadden we veel van die boeierstessel, of veel van de rest. Van Remy. Ze stond er ook van Remy. Van die liebekes. En dan weer dan, ik heb een graadpapier. Een graadpapier. En dan met een fles. Gingen die gerold, met een fles, weer dat een uiver gerold, dat dat toch maar goed voor is. Chapeleur maken weer. Chapeleur weer ook gepapier. Een fles, dat kost dan bij alles gebruiken. En later dan komen ze terug naar de winkel en doen van alles te rijden. En, degenen die gingen truiven, die kregen je, alleen normaal hadden dat allemaal, als je, maar als die gingen truiven, die mochten dan, die hadden gekregen, gij in een noodzit. En, nou, ze het allemaal, ik weet niet wat allemaal. Maar vroeger, ja, dan, je moet een grote thee drinken. Oot en jat. En dan had ik een taloer ook, hè? Ja, dat heette dan ook. Oot en taloer, een platte taloer, een diepe taloer, een dessert taloer. Ah ja, en onder die jat, maar dat was dan met speciale gelegenheden, dan stond er een onderblaasje op. Dan ga ik je iets vertellen. Hoe lang is dat geleden? Een dikke 25 jaar geleden, was nog de communistische periode. Ik was in Sint-Petersburg, in Leningrad. En ik had een groep Hollanders. En je had die heel grote laan, de Mijevski Prospect. En inderdaad, van Peter de Grote, die had daar een porseleinfabriek opgericht. En dat was dus de winkel. En daar verkochten ze tassen en ondertassen en taloren. Dus al dat glijswerk dat in Nederlands, al dat dingen verkochten ze dan. En ik ga naar binnenpauzen en ik ga toch het een en ander meedoen met de familie. En ik had al gezien dat de spot goede koop was met mijn zwette robels dat ik gekocht had. En ik ging dat eens binnen en ik zie dat 12 tassen en 1200 tassen gaan kopen. Maar kom ik in het hotel aan en die Hollanders die vragen me: nou Giet, wat heb jij vandaag gedaan? Zeg ik, ja, ik ben naar die winkel geweest en ik heb daar 12 tassen gekocht. Nou, 12 tassen, wat ga jij daarmee doen? Ik dacht dat ik die kapassen had gekocht. Zeg, wat is dat dan? Dat zijn... Dat zijn kopjes. Zeg, en wat zeg je dan hetgeen dat eronder staat? Zijn dat misschien onderkopjes? Nee, dat zijn schoteltjes. Dit was echt vrijgevallen. Dus, taloor. En je moet niet eten, zei het. En vroeger eten ze met alle mannen. En met een lijper, met een erven. Sommigen een lijper ook, maar een lijper met een erven achter. Een lijper, een verket, een mes. Een polijpel, dus dat komt eigenlijk van potlepel, hè? Met die thee's en elke gebeuren. Een polijpel, want dat is gewoon Nederlands een polijpel. Een polijpel en een kaffelijper. Dat zijn die klaver ketjes in de hoek. De buitenland, daar eten ze rijst, bessel en wat weet ik allemaal vroeger. Degene die goed waren, het een goede buiten en de ander die eten margarine van Suilhout. Ja, dat was het goede koopste dat er was. En dat was in een buiterpot. Hè. In een buiterpot had je namelijk een suikerpot dat ook. En een gelakte buiterpot. Over dat gelak gesproken. Over dat gelak gesproken heb ik dat op televisie niet gezien. Die geëmailleerde platen dat die zoveel geld waard zijn. Tot trouwt op 400.000 frank. Dus dat betekent dat als er nog even ons, dat is nog echt niet meer staan, die waren ook geëmailleerd, die Breugers plaatnaam worden. Als je me ergens niet meer geld kan vragen. Ik stuif niet op ze. En vroeger, dan pakten ze die eten, dat was een druppeltje, hè. Een druppel in de hoek, een wangelas, dat weer zelfs een druppel genoemd, maar we kutten drank, dat was een druppeltje, hè. Dat was een druppeltje, wat nog misschien andere namen ook. Een glas, ja, dat was een glas waar we hadden gedronken. Met degene die wat dingen deden, was dan ook een pint, hè. Dat was nog altijd een pint. En dan ja, ik spreek nog in een gifjes, als je dan aan tafel zat, en het was dan speciaal, want normaal hadden dat dan niet, dan weer de servetten op tafel. Ja, en bij alles krieten maken, dat deed dat in een kastrol.
In een kastoor. Kuip dan maar een kastoor. En een pannetje in te bakken. Ruizen natuurlijk allemaal anders. Allee, dat is nog allemaal weer een stuk hetzelfde. Maar het is allemaal veel moderner. En daar spreken we dan op zijn weg of zo. Maar ja, eigenlijk is het dat niet. Goed. We zullen naar een bloemenwinkel gaan. Een bloemenwinkel. Een bloemenwinkel. En daar gaan we dan een bouquet. Een bouquet. Sommigen zeggen een bloemenquet, ja. Maar een bouquet. Een bouquet of een bloemenquet gaan kopen. En daar kan van alles in zitten. Hè. Wat kunnen we er allemaal in steken? Genoffels. Dat zijn dus Angus. Dat zijn genoffels. Dus die prins van die Hollandse prins vreeg dat altijd genoffel in zijn. Genoffels, wat hebben we nog? Jusemenen, die konden we dan gemakkelijk van de jusemenenboom gaan snijden ook. Als je zo een beetje in het buiten stad woonde, dat was een jusemenenboom, is eigenlijk een tissel, dus een strook in een boom. Een jusemenenboom, die gaat er witte en mogen. En wie gek is nog dood, dat is voor de eerste maal. Maandag gebeurtendag, met mijn verjaardag, dan gaat er alle jaren, nou is dat vuile minder, Jos. Maar dan ging er alle jaren de stoot uit in Mechelen en dan werden er bigekjes verkocht. En dan werden er roebloemetjes gedragen ook. En dat was dus dat is allemaal voor mannen verjaardag. Dat is hetzelfde. En dat is hetzelfde. Pas op, nog iets, Marcel, in de Stassastraat, daar is daar, nou is dat een hotel. Dat was vroeger een kliniek, ook voor Marcel en voor mij is dat een monument daar. S'avonds is dat verlicht en wel eens een hulp gebeuren. Wel mee. Een jaar of zeven verschil, maar we zijn er al niet gebeurd. Ik heb er een paar kikken en alles in onze kamer. Ja. Waar zijn er geweest? Bij de radio zijn we gaan er geweest. Ben je zelf gedoopt? Ja. Nee, niet. Ja, dat weet ik niet. Ik was in Sint-Jan Bergmans gedoopt. Maar ja, dat speelt met geen rol, maar dat was een kapella. En achteraf is dat dan een vijfboom opgevallen. Daar is een vijfboom opgevallen. Die ring, dat is reclame voor zo'n wijn, hè. Dat is de Ring of Fire. De Ring of Fire, ja. Wat allemaal? Ah ja, met een algenoffel en die dekkers en met een roos. Een roze. Ruikerten. Ja, maar ruikertjes, dat staat in een boekje, maar gaat ruikertjes dat ook, hè? Ruikertjes van ja, roze. Dat is van die ranker, dat is gelijk als zetjes. Maar een paar ranketjes aan, dat is niet voor jouw tijd, maar die regen zo wat dat erin moet. Een paasbloemen. Dat zijn zelfde zottekes. De paasbloemen in Doeken. Narciscus. Heb je nog geen ander? Ja. Narciscus. En je doet lelies. Van de lelies kopen. Je leest tien en leuze het gas. Ja. Gas. Ik had klimaf. En Margriete, nou gaan ze Gerberas, nou gaan ze Gerberas die erin zitten. Ja, klimaf. En nu ik zo'n klant. Wat? Kerkhofbloemen. Chrysanthemum. Ja, dat is zoeken in de huis. Dat zijn dan potten, hè? Ja, we zijn dan toch. Niet meer herhalen, dan hebben we eens een pot geprobeerd. En dat zijn chrysanten. En vreugder waren dat van die grote. Er waren een stuk of tien zo in een pot. Van die witte, die geil op die mogen. Dat is stilaan uitgegaan. Nou zijn dat veel stukken. De schoonste toppen die ze dan op een stuk steken. En dan weer de rest van die. Het is eigenlijk veel goedkoper geworden als vreugde, want als je de plaats nagezet in een grote pot. Met honderden van die kleine chrysantjes zitten erop in alle mogelijke kleuren. In het wit, in het mauve, in het purper, in het lila. Je zit er zelfs in verschillende kleuren tegenwoordig, verschillende kleuren in dezelfde broeken en verschillende kleuren in dezelfde potten gezeten. Dus dat kost ze dan ook halen en wat als je nou, dat je nou veel nou gaat orchideeën kopen. Je moet een orchideeën bij je mensen staan. En dan nog een bouquet, tulpen. Tulpen ook. Je moest zien natuurlijk,
als je die tulp, als je die ote, want die mocht je niet laten steken, als je die tulp in een bloem had, dat je die niet te dicht bij je ogen bij Charlotte stak, want dan zouden zouden met zijn vrouw een rol op in te gingen. Yes, yes. En dan hadden er nog stinkertjes. Stinkertjes ook in het huisje van die bloemetjes en allemaal spreekt. Ik had nog andere bloemetjes, maar dat spreekt. Want die werden dan in de donker geplikt. Ja. Maar wil die ze nog leuk? Ja. Goed. Goed, we zitten. Ja? Patiënse bloemetjes ook, hè? Ja, de patiënse bloemetjes. En meunbloemetjes. Ja. De weren dan, die meer bloemetjes, dat gebeurt om erachter met jij naar dat bijgen zijn. Maar goed, we moeten even toch op de mannen uit de winkel komen ook, hè, want die bloemen, dat is veilig. Ja, die mannen kunnen natuurlijk kopen als ze goede punten moeten nemen. Die kunnen dat steeds meer spiegel nemen. Maar goed, dan gaan we eens naar de nazerwinkel gaan. Oei, oei. En je bent in die vijf in de lang mee geweest. Van de Netsen. Van den Bergen. Dus die zijn er niet meer, hadden nog krentels. Krentels kunnen we nog van alles gaan halen. Zo een paar zaken. Zo een paar zaken dat we dat kunnen gaan halen. Dat zijn vazen en vestjes. Vazen, dat zijn zowel vijzen als pelten. Dat zijn allemaal vazen. En als ze lentjes zijn, dat zijn vestjes. Dat zijn vestjes. En daar zit er dan een moeier op. Er zit een moeier op en daartussen stikt er rond. En je hebt dan nog een tijgenmoeier ook, maar dan... En een vleugelmoeier in de rood, hè? Een vleugelmoeier. En een moeierke, dat zijn dan klantjes en rond welke zijn de klantjes. Je dat je met een namer moet vastzetten, dat zijn nagels. En je hebt ook bloknageltjes. Je hebt ook bloknageltjes. Maar dan had er soms iets fijn, dat allemaal op de grond viel. En dan moesten we dat gaan opraden. Maar dan hadden we een truc voor dat gemakkelijk te maken. En wat tijd er dan? Geen aantrekkazer. Dan ga ik weer op dat spel van die winkels komen. Dat was bij ons een gymwinkel. En met de 1 april komt zo'n kajouke van... wat was dat van vijf op de Battense Steenweg, die meubelzaak, van iemand die meubelzaak? Van Eiges. En die komt binnen, zo'n gastje van een jaar of 15, want toen moesten nog niet langer naar school gaan, dan konden dat bij jou, en die komt vragen, die is op de 1 april, madame, ik zou moeten een 1/2 pond stenen van karnulzen. Ja. We weten toch allemaal wat dat karnuls zijn? Ja. Dat zijn dadels. Dadels. En mijn moeder die wist niet gewoon dat ze moest steunen. Het was in die periode, mijn vader was al dood, dat is juist. Het was dingen in die periode, dus met 62, 63 geweest. En dan heeft ze nog willen zeggen, ja manneke, heb je de geld meegekregen? Ik heb het al gaan doen, zet die allemaal op en pakt die mee, maar zij had dat niet gedaan. Ja, ik ken dat niet, als ze gezegd. Maar achteraf is dat dan verteld, maar gezien de kajou, die gebeurt ze bij alles. En wat hebben we dan nog? Wat hebben we dan aantrekken? Ja, en voor die vazen vast te zetten hadden we een tournevis nodig. En een trektang, met een nagels van de trekkers. En pijns, en een pijns in een verstel. En dingen en die vazen vast te zetten of die buiten vast te zetten, dan hadden een sleutel of een Engelse sleutel, hadden dan ook al. Nou, soms was het dan eens, maar als ze dat allemaal in de trikkeling in de muren, dan slijpen ze dat dood. Maar vroeger was het allemaal niet, dat was met de hamer in de bareng. Als je iets moest kalenderen maken, dan was het dan weer een vouw. Maar soms moest je gutjes maken. Dat was dan weer een buur. En een buurmachine. En je had een azerbuur. En je had een steenbuur. En je had een betonbuur. En je had dan zo'n spul. Of een zwoem. Een dus een vaal, dat heb ik al gezegd. Ah ja, en van die valen hadden soms zo'n eten lang rond was.
Dat was een ratje. Dat was een ratje. En als je naar oud moest zagen, het is niet alleen hazen, als je naar oud moest zagen, dan was er met een zaag, maar gaat zo een zaag met één hand van tafel. En chefzaag. En dat komt, je weet nog van wat dat genoemd is. Naar Sint-Jozef. Feestdag de 19e maart, Sint-Jozef, de voedstervader. Waar zouden ze het iets anders noemen, maar alleen met de voedstervader. En een scherpzaag gaat doen. En die is de zaag van de wagen. En je hebt een boomzaag. Dat bestaat op de slag, ook op de bijlgang. Dat bestaat op de slag. En een karavan scherp omhoog. Dat bestaat volgens van dat die bomen kwamen en dan stond er één hoog en één neer. En we van die lange bomen zagen, vragen ze, nou is dat allemaal uit maché en allemaal direct gedaan, maar die konden dat verdikken schoon recht zagen, die planken niet. Dat is wat eigenlijk ook witter. Maar dat waren steelmannen allemaal. Maar ja, je kan zo'n stoos wel fijn ook met water, gaas, maar bijzonder met water. En dan, we moesten dan kopen een kraan. En in het verklaanwoord is dat een kruisje. Je zei, dat verandert dan in verklaanwoord een kruisje. Ja, en dat zit er dan op het stuk van een bos of een buske. Je zei, een bos en een buske. Dat is een verklaanwoord. Dat is een andere klinker, dat verandert. En ja, het water laten af te lopen. Dat alles niet zou weglopen, buiten dat gat, dat lag een rooster of een roosterke. En ik, wat ik ook kon kopen, want vroeger, pas op, vroeger hadden we geen badkamer. Nee, en dan moesten de mensen huilen wassen. Onder de meeste huilen, dan hebben ze het zwembad erop gelegd, waar dat douches en baddens waren. Maar, dat was ook soms, ja, als je dan thuis, als je een beetje put was. Dan kostte en dat kost ook kopen in die naaldwinkel een bassin. Dan kostte een bassin kopen. En dat was toen een gal van die zijde. Dus je moet zeggen dat er zo'n grazen kleur had met de mannetjes. Ja, ja, ja. En dan heb ik weer een waterpaar gekapt. Ja. Hier is het ook een bij. We gaan terug eens even op hetgeen dat hier de vravenzaken zijn. We gaan naar de jubileum. En voor alle man, een horloge, of een lusje, of een lusje. Dat is wat verschillende namen in het dat is allemaal nodig. We gaan ook een blinkdoos. We waren dan van die, het was meestal zo'n zakdeurwerk van niet al de beste kwaliteit. Soms van goede kwaliteit, maar dat was in een blinkdoos, zo was dat keer. Maar dan gaan we zo een beetje meer, want de mannen die paleren huilen allemaal zo niet, de vrouwen zijn meer gepaleerd. En rond hun arm dragen ze een brangelet. Een brangelet. En soms hebben ze iets hangen. Een collier. Een collier. En als er iets aan hangt, een perlefiel. Een broche. Een broche. En een broche doet steken. En dan heb je die speciaal broche, waar dat zo een kop in bleef en de achtergrond in de rang. Dat is de kamee. Dat kan ook in oerbelletjes, de oerbelletjes. Dat kan in oerbelletjes zijn. Dat kan in op te steken zijn, maar je kunt dat doen ook laten halen. Ja, een rink en een trarink. Dat is met een kaven achterin, een rink en een trarink. Oerbelletjes heb ik gezegd. Ah ja, en als je keting dan kapot is, dan moet je dat terug en in maken. Maar als dat van die klaan, hoe noemen ze dat? Zo'n klaan dingetje dat dat is. Slutje. Een letterke. Een letterke vervangen. Zo'n klaan schakeltje vervangen, een letterke vervangen. Ja, in wat is dat? Degene die geld hebben kopen, dat dan, vroeger was dat in andere materialen. Maar dat is dan in goud of in platina. Ja, dat is in alle talen ongeveer hetzelfde. Hè. Ik weet niet dat er nog andere namen in Mechels zou hebben. En dan hadden we nog degenen die er ook natuurlijk koffie zitten, die kunnen dan ook nog diamanten en briljanten kopen.
Ja. En dat de micro vuist in de black crowd. Black crowd. Black crowd. Ja. Goed. Gaan we er nog eens doen, hè? We gaan nog eens doen, want ze besmitten me nog een diploma geven. En dan nog wat mededelingen doen. En je ziet dat prachtig met mijn toegestaan, er is nog eten doen. Goed. We kunnen nog misschien wat kleren gaan kopen. We kunnen wat kleren gaan kopen. En ik zal eerst misschien met de vrouwen beginnen. Je de kleed. En als er zo wat aanhangt. Een kleed met de frulletjes. Je verlangstjes. Maar ja, je kunt boten en kleed kunnen ze ook een rok dragen. We hebben nog wel een bloosbaan meestal. En ook een broek, dat is dan ook meestal een bloosbaan. En dan. Als, en dat is ook bij een broek, bij een broek of bij een rok, als die te lang of te kut is, dan moet die dan losgemokt worden en dan moet dat ook naadgemokt worden. Losgetaald. Dus dan wordt dat losgetaald, dat is losgetaald. En de mannen, ja, die kunnen dus een broek en een jas dragen, maar die kunnen ook een kostuum dragen. En een gilet, vroeger was dat trouwstuk en een gilet. Hè. Ja, je kunt dan van die pulletjes kunnen er ook nog van alles zeggen. En de parterken en alles. Ja, als je dan schone. Ik zal dan even de schone bij de noemen. Op schone, je kunt op. Nee, dat is op spirkens lopen, dat betekent dat er water nog een keer bestaat. Dat de broek wat ook kunt. Die schone zullen we dan erachter doen. Maar dat is op smirkens lopen. De Binkradé weet dat ook. Als ze met iemand van Mechelen uit in blokken, dan is het lukt de gaap smirkens op zich. Een salopet. Een salopet is nu een ding. Een stofrak. En de mannen, ja, onder dat kostuum, dan dragen ze een M. En de mouwen, dat zijn M's mouwen. En M vreugd. Nee, als ik mijn hem laat zien, dat zijn knoppetjes van 1 tot 1. Dat is vreugd niet, hè? Vreugd wat dan hem alleen knoppetjes zijn van buiten. Dat is niet raar. Al dan niet met een kool, al dan niet met een kool. Eén knoppetje. En van 5 was dat een klaas slipje en van achter een grote slipje. Dat weet ik ook voor wat dat er van 5 klaan en een groot. Dat een groot was. Dat ook meer papier nodig en een groot is te pakken als je klaar bent. En van 5 was dat van 5 klaan en van achter was dat. Onze hoofd dat niet bij de natte verkeerd. Stoefer! Onze bom van je weg. Ja. Maar je zult dat wel de natte hebben zeker. En ik zeg, dat was al dan niet, met een kool gaat dan ook soms en met een kool. Die kool die was apart, die moest apart gezet worden. En dan met een koolstrop een manchet knop. En die kool, en dat was dan zo, dat was normaal. En dan weer, hoe dikker zeiden de mensen een proper hem aanvreugen, hè? Dat weer dan gewassen, maar die kools die verslijten tamelijk rap. En dat was de reden waarom dat hij in een kool stond. En die kool die was dan niet zo. En een manchette En dan ja, als dat niet speciaal was. Als het niet speciaal was en hadden de mannen ook nog een plastron. En een strikske, ja, dat was dan een pot verdomme kunnen doen om de checken of wat ik mij niet. Dan kun je die broer ook gaan kopen. Een heuken. En wat heb je dus hier een schone aan doen? Dat zijn kaas, of een paar kaasjes. Kaasjes, hè. En dan drogen we nog een galosje. En als het dan koud was, had dan een klankoep of een klakje. En nog iets mechels, een titantolletje. Een titantolletje is toch geen Baskische muts, hè. Een titantolletje is gelijk als in de boeken van Mieke Vlupke, hè. Dat was... Zo'n zwetpotje met zo'n dikste van boven. Dat is maar een klak in de boren hadden dan dikwijls een klak op. En als ze de noot moesten gaan, dan hadden ze een noot op. Een noot. Ja, dan hadden ze dan vroeger een bolloot. Een bos. Als speciaal was met speciale gelegenheden. Maar dat moest zaten dan al goed vijf. Die hadden dan een bos op. Of een gewone noot. Rood, hè? En een tits, daar heb ik eens genoemd. Een vuilrood. Een vuilrood.
En als hij 18 jaar was, totdat hij stierf, die naar de plekleier op zijn vrouw. De plekleier, schoonmaak. Jongen is dat met begraven. Jongen de Broek, die hebben ze begraven met zijn plekleier op zijn kop. Die was al mee geboren, hè? Ja. Dus dan gaan we stilaan wat afronden. De schone kunnen we dan zelfs doen, als mijn rechts ten optie is. Maar ik kan nog mijn kleren wat afronden, want ik heb al gezien dat er ook volop binnengekomen is. En ja, wat dat ook vroeger, als ze dan gekleed waren, dan drogen ze soms de lange gas in de mi-saison. En een partisseur, dat was dan wel langer een partisseur. Maar, wat leger hadden ze dan nog iets anders? Een gabardine. Een gabardine had ook nog. En er was in wat leger, en ook de pastoors, de geestelijke, die hadden ook zeer lang, dat stapte dan over de grond. Dat was dus ook een kapouter. Ik weet niet dat dat daarvan komt. Ja, maar ik heb niks gezegd en gelacht al. Ik zal me zwagen, En dan tegen de reiger. Opaar. Die 37ste knop gaat. Tegen dat men de rest loslaat, was een goesting houden. En dan, om over mijn kop te zetten, hadden we een kapoes. Als het koud was, dan had het schone. En je ziet wat? Wanten en een boefel. Ja, ja, en dat was dan soms in wat pilsen, wat bananen. Die waren, dat is soms een fiske aan de kant. En dan beëindigen, dan ga ik toch nog iets. Even terug naar de vragen en dan eindig ik het. Nou zullen ze dan misschien niet. Ja, Hinderies. Is het de combinaison nog vergeten? En de combinaison, ja. Maar als ik over onderkleren van de brave begin, dat werkt niet. De combinaison, want dan gaan we nog wat verder naar wat anders geraken. Verleg, ik kan toch in die zin, toch met z'n iets zenden. De nat is hier iets aan zo. Met de koren. Een corset. Met bananen in. En dan, bij jou misschien, hadden dan zo'n dingen, hadden dan zo eet dat nog een grote corset. Met fijn bananen in, en dat had ook een naam in Mechels, dat was al aan te werk. Ondertussen is het even naar de neuren gewerkt, en ik heb een keer gezien dat er kinderen nog wat volgen. Ja, ik ga het woord geven. Ik zeg dat het een burgemeester of de vijfde van de gemeenteraad hè, aan de schepen van cultuur, aan Björn. Björn. Ja, maar de voornaam Björn is de Björn. Nee, heel kort, want jullie hebben een heel prettige voormiddag geleefd. Er zijn twee schepen afgevaardigd, de twee smalste schepen van het college. Ik wou enkel zeggen dat ik het fantastisch vind dat, dat er zoveel vrijwilligers zijn die het Mechels dialect in ere willen houden. Dat is eigenlijk een vorm van immaterieel erfgoed, dus dat is bijzonder belangrijk voor onze stad. Daarnaast denk ik ook dat het een fabeltje is dat het aanleren van dialect, dat het eigenlijk in de weg zou staan van een correct gebruik van het Nederlands. Ik denk in tegendeel dat de twee elkaar kunnen versterken. En als ik zie welke mensen er bezig zijn, welke vrijwilligers er bezig zijn met die Mechelse dialectlessen, ik zie Marcel Kokke, meneer Vegemans, ik zie Trocio, dan denk ik dat het allemaal mensen zijn die zelfs 10 keer, 1000 keer taalvaardiger zijn dan ikzelf. Dus ik zou zeggen, proficiat met deze dialectlessen en dat nog heel lang mag blijven voortduren. Dank u wel. Goed, bedankt in alle geval. Ik wens alle mensen te danken die eraan meegewerkt hebben. Dat is in de eerste plaats, soms komt het maar in Nederlands doen, maar ik zal niet in het Nederlands doen, dan kunnen we dat ook. In de eerste plaats de erfgoedcel, want zonder de erfgoedcel hadden we dat hier niet kunnen doen. En dan hadden wij die ene uitwijkplaats ook niet gehad, die zo prachtig was met het menselijk lichaam. Ja. Met een majol onder de ogen van het Zuurens daar. Dat was niet kunnen doen. In eerste instantie en de medewerkers van Erfgoedcel.
dan natuurlijk de mensen die lesgegeven hebben. Dat zijn voor een stuk mensen van de faculteit van het Mechels Dialect. Dat zijn dus wij met enkele stadsgidsen die nog, er zijn er maar een stuk of 10, die soms denken, want dat ze nog wat Mechels spreken. En ook dus Mechelen 2000 Plus, die de uitgever is van het tijdschrift De Mechelaar. De Mechelaar, ik heb al verleden al gezegd wat dat er allemaal in komt, dus daar kan je je ook op abonneren. Die lessen zijn dus, dat zijn 5 lessen doorgegaan, plaatsgevonden met allemaal verschillende thema's. Wij met 5, ja, ik zal ze dan opnemen, want de mensen, Marijke Wiener is daar van de erfgoedcel. Gide, hartelijk dank voor de fijne bedanking. Want sinds september zijn de Stedelijke Musea en de Erfgoedcel samen musea en erfgoed geworden. En wij zijn heel blij dat wij op die manier de echte erfgoedverenigingen kunnen blijvend ondersteunen om zo'n dingen te kunnen doen. En dan achtereenvolgens was dat Marcel over ja, de eigenheden, historisch gekaderd en wat weet ik allemaal, eigenheden van Mechels. Erik over eten en drinken in het menselijk lichaam. Paul Delbare over kermissen en ook rieten, religie en rieten en kermissen en wals. En ook wat over de Nansewekken ook. Jos over de NAM grotendeels. En ik heb dan geprobeerd de commissies van te doen. Dus ook van dus verschillende zijn de stadsgids. Jos is een heel getrouwe medewerker aan de radio zondagsmorgen. Ik weet niet wie dat er morgen, ja. Morgen is tussen 10 en 11. Jos en Marcel geloof ik. Het is altijd een beeldje, maar ik kan eraf lost. Soms kom ik eens niet tegen als er niemand niet is. Of als er ene te weinig is. En als ik kan die dag goed. Dus ik dank allemaal dat ze naar die lessen hier gekomen zijn. En we gaan, Sebes, overgaan tot een diploma-uitreiking. En je ziet hier staan glazen. Daarmee wil ik ook de mensen van de erfgoedcel danken, musea en erfgoedcel moet ik niet zeggen, danken voor de moeite die ze gedaan hebben en het stadsbestuur, want achteraf zijn zij toch de grote bazen die de toelating geven dat dat allemaal mag gebeuren, dat we hier nog iets kunnen drinken straks ook nog. Je gaat een diploma krijgen, en, maar daar gaat nog iets bijgevoegd zijn. Ik heb zo jaren diploma's uitgereikt bij de Naaier, die vroeger ook in de stad hier waren, maar die moesten dus uitwijken naar Sint-Katelijnen-Waver. En de laatste jaren was daar een bijlage bij. En dan kregen die zo gepakt papier bij een diploma bij, jullie gaan ook een bijlage krijgen. Dus je gaat een diploma krijgen, wil ik het nog aan tekenen, want ik was dat aan het uitleggen juist. Je gaat een diploma krijgen en daarbij gaat de syllabus zijn van hetgeen Marcel uitgelegd heeft. Dus over het Mechels allemaal gaat erbij zijn. En dan gaan we ook nog iets, dan gaan we ons zo vrij zijn u nog iets mee te geven. En dat is een briefje van Toren en Bijaard, want je weet, Mechelen is de Bijaardstad bij uitstek, met vroeger de allerenigste Bijaardschool. En er bestaat een vereniging, de vereniging van de Koninklijke Vereniging van Toren en Bijaard, waarvan onder andere, waar voorzitter van is, Erik, ik zit daar ook nog bij betrokken. En we gaan ook een briefje geven met een kleine uitleg, en dat je dus ook de naar de Bijaardconcerten kan komen vanaf begin, juni tot half september. En dat is niet verplicht, want dat is allemaal gratis. Maar eigenlijk kan je daar ook een kleine financiële bijdrage doen. Dat is niet verplicht, maar daar staan een aantal gegevens op. En daar staat ook op dat je dat eventueel kan doen. Dat gaan we ook bij de proberen. En bij deze ga ik het ook niet al te lang niet meer trekken, want het is bijna al 12. En hier dat de diploma's uitgereikt zijn. Ja, iets wat ik een keer mag gaan tekenen. En ik stel voor dat de schepen die diploma's uitreiken. Ik ga mij verontschuldigen, want ik heb vanaf 12 van de verplichting, maar allemaal proficiat met een diploma en het wordt uitgereikt door de schepen. Ja, voilà. Ik heb wel zo'n kiekje voor ik had eigenlijk nog iets. Paul, die heeft, Paul heeft verleden keer 2 van de 3 prijzen kunnen uitreiken. En ja, dat staat er aangeduid, hè. De auteur die begon met Gemma de Vaat, dat klein dichtje, die moet zijn prijs nog opkomen op een bepaald. Ja, het is de tweede keer, maar je moet de rest in de naam zien om het te krijgen. Dus ja, dat is een andere, hè? Sorry. Dat is een andere. Is er een die ontbreekt? Ik weet niet. Dus die van Pantel of zo zeker die in de.
Ik stel voor dat ik de namen afvraag en degene die dat diploma krijgen, dat die naar voren komen. Dat is het gemakkelijkste. Bon, de eerste is Bart Albrechts. Beroep, ze zijn allemaal ik zeg voor je. De tweede, begin daarna, Jean Aerts. Odette Jacobs. Is die Odette Jacobs aanwezig? Dennis Doks. Die aanwezig. Kimberly Keuleman. Kimberly Keuleman. Karel Buijs. Dekkers.
de Wit. Elsa de Winnen. Frans Lammerschouw. Martin Hoevenagel. Ann van den Bergen. Jan van den Velde. Rudy van Kamp. Steve Sol.
anders. Yvonne Kolemans. Jan Smets. Janine Smekens. Desiree Rossio. Familie van? Rita Rosiers. Leo Simons. Herman van Gouwbergen. Alice van Vraassen. Jules Kloetens. Dat is dan Roger van Ors. Van
Roger, die was hier. Die was hier dus straks. Ik heb Roger gezien. Die zal moeten naar huis gaan voor je broer. Die dat niet afgeroepen zijn, hebben een tweede zit, hè. Daar zit hem zelf. Dat gaat hem slapen gaan. Dat moet maar zo'n dammel hier. Ja. Willem, goed. Hartelijk dank. Nog twee kleine mededelingen. De eerste nog persoonlijk Marijke danken. Zij heeft geen diploma gekregen, want ze heeft niet trouw de lessen gevolgd. Maar ik ben het vergeten, het lag allemaal klaar, maar ja, deze morgen. Ik heb voor haar een boekenbon. Even. Ze doet daarmee wat ze wil met haar collega's, of allemaal dat is. Uit genegenheid en uit dank is dat gegeven omdat zij dat hier zo goed gedaan heeft. En dan nog een tweede, zeker veel belangrijke mededeling. En dat is de Nustewijk. De Nustewijk, dan komt dat aanhangertje eraan. De 12e december, de werf van de eeuw in Mechelsdoorn. Dat is de werf van de spoorwegen. De gemeente Mechelsdoorn. En dat is samenkomst om 10 uur. Samenkomst om 10 uur. Aan het info, het infobureau. Niet ver van de Comezenhoze in de Conscienciestraat. Ik denk gewoon dat de VDAB is. En was daar, vroeger het bureau van de lijn. Ja, wat vroeger het bureau van de lijn was. Ja. En daar staat de maquette, daar gaan we beginnen. En dan gaan we eerst de maquette doen. We gaan dat in Mechelen doen. We gaan de maquette doen en dan gaan we naar de station gaan en naar de werken gaan. We gaan dus niet de put in, dus je zult niet speciaal botten moeten meebrengen. Dus normaal, je moet natuurlijk geen moljerkes aandoen en geen hoeveeltjes aandoen. Maar bijvoorbeeld smirkes lopen, dat kan misschien interessant zijn als het water is, maar leidt dat uit. Smirkes lopen. En dus dat gaan we dan doen. Maar we de zaak een beetje goed organiseren. En het is een papier gemaakt, als degenen die komen, als die hun naam op de blad hier willen opschrijven, dan weten we wie dat er is, want als ze te buis zijn, dan moeten we dat arrangementen treffen voor rond die maquette te staan en zo. Dus op dat blad hier, dat hier van veilig, liefst op een naam schrijven, degenen die komen. Goed, om 10 uur tot 12 uur ongeveer, maar degenen die vroeger moeten weggaan, we zijn in open licht. Die kunnen dus eventueel vroeger weggaan. Niemand is verplicht te blijven tot zolang als dat niet doorgedaan is. Maar het zal ongeveer een tweetal uur duren met pakketten en dan langs de werf gaan en door iets in open. En dan, heb je dat gezien, geen erachter staan wat, zal ik hier mensen Iedereen die dat wilt, mag nog een glaasje nuttigen op de goede afloop en op de diploma-uitreiking. Dus veel plezier en veel succes voor het diploma. Merci.